Welkom bij dit college van de cursus Geneesmiddelen. Mijn naam is Rashudi Mahomed Raja en ik ben apotheker bij de sectie farmacotherapie van het Amsterdam UMC, locatie VUMC. En ik ben werkzaam in het farmacotherapie-team, waarover ik jullie tijdens dit college meer over zal vertellen. Maar voordat ik dat doe, wil ik jullie graag eerst wat meer vertellen over het Nederlandse voorschrijflandschap. Vooral ook wat voorschrijffouten zijn en wanneer deze ontstaan. En waarom voorschrijffouten nou eigenlijk onze aandacht verdienen. En tenslotte natuurlijk over het farmacotherapie-team en wat wij doen. Zoals ik net vertelde ben ik apotheker. En in mijn ervaring weten de meesten alleen niet wat apotheker zijn is. En dan vooral ook dat het iets met pillen te maken heeft. Dus daarom zou ik even kort vertellen wat dit beroep inhoudt. Nou, om apotheker te worden doe je de 6-jarige studie farmacie. Dat is de bachelor en de master samen. En daarna heb je de mogelijkheid om je verder te specialiseren in 4 verschillende richtingen. De ene richting is de openbare farmacie, waarbij je dus openbaar apotheker wordt. De tweede is de ziekenhuisfarmacie. En daarnaast is het ook nog mogelijk om richting de industrie te gaan of je meer te richten op onderzoek en onderwijs. En als apotheker zijn, ben je net als artsen weer geregistreerd. En wat het grote verschil is met ten opzichte van artsen, is dat wij geen voorschrijfbevoegdheid hebben. Maar in tegenstelling tot artsen wel medicatie ter hand mogen stellen. En ter hand stellen, dat betekent eigenlijk niks anders dan de handelingen die wij uitvoeren om een patiënt een passend farmaceutisch product aan te bieden. En te zorgen dat een patiënt daar ook veilig en effectief mee kan omgaan. Als we dan verder gaan naar het Nederlands voorschrijflandschap en hoe die verschillende beroepen zich met elkaar verhouden, dan zien jullie hier zo een schematisch plaatje. En waar het eigenlijk mee begint is een patiënt die dan vervolgens wordt opgenomen vanuit de thuissituatie. Dat betekent dat hij zich of op de eerste hulp meldt of wordt ingestuurd door een huisarts. En dat noemen we dan opgenomen worden vanuit de eerste lijn naar de tweede lijn, wat de ziekenhuissituatie is. En wat er vervolgens gebeurt, is dat artsen nieuwe medicatie voorschrijven. De medicatie waarmee een patiënt mogelijk al bekend was, continueren of misschien zelfs stoppen. En vervolgens dat invoeren in een elektronisch voorschrijfsysteem. Het vervelende is dat de systemen van de eerste lijn en de tweede lijn niet met elkaar communiceren. Dus dat moet elke keer weer opnieuw worden ingevoerd. Vervolgens, wanneer die recepten zijn ingevoerd, controleert de apotheker de recepten op juistheid. Dat betekent dus dat ze onder andere kijken naar de dosering, bewaken op interacties en eventueel in dat geval de arts weer bellen om recepten aan te passen. Want wederom, wij hebben geen voorschrijverbevoegdheid. Vervolgens staat de juiste medicatie of staat de medicatie juist in het systeem. En er zijn natuurlijk ook meerdere beroepen bij betrokken, namelijk ook bijvoorbeeld verpleegkundigen. Artsen worden gesuperviseerd, informatie vanuit andere specialismes komt natuurlijk ook in dat voorschrijfsysteem terecht. Vervolgens, wanneer de patiënt weer gestabiliseerd is en goed genoeg is om terug te gaan naar de eerste lijn, dus de huisarts en de openbare apotheek, wordt er een ontslagbrief gestuurd en dat is wederom om te communiceren wat er nou precies gebeurd is tijdens opname, maar ook om te informeren over het huidige medicatiebeleid. En omdat die systemen dus niet goed met elkaar communiceren, gebeurt dat vaak per brief. En dat is eigenlijk wat er gebeurt. Nou, ik heb net heel vaak het woord voorschrijven gebruikt. En voorschrijven betekent eigenlijk niks anders dan het uitschrijven van een recept. En een recept is eigenlijk dus niks anders dan een vorm van communicatie om zowel de patiënt als andere betrokken zorgverleners te informeren over het medicamenteuze beleid van die patiënt. Nou, zoals ik net ook al vertelde, gebeurt dat tegenwoordig alleen nog maar elektronisch. En daar ziet de inspectie Jeugd en Gezondheidszorg, IGJ, ook op toe. En de reden dat dat gebeurt is niet alleen dat losse recepten natuurlijk kwijt kunnen raken, maar het beste is dat nog wel te zien aan dit plaatje. Met handmatige recepten heb je altijd het risico dat je niet goed kan zien om wat voor geneesmiddel het gaat, om welke sterkte, om welk gebruik. En dat het dus eigenlijk heel erg foutgevoelig is. Nou, met het elektronisch voorschrijven is de medicatiebewaking die door apothekers gebeurt ook elektronisch tegenwoordig. En je zou kunnen denken dat dit een enorme verbeterslag kan zijn voor voorschrijffouten en onduidelijkheden op recepten. Maar in de praktijk blijkt dat toch niet te zijn.
Wat goed is om te realiseren is dat er geen eenduidige definitie is van een voorschrijffout. We kunnen ons allemaal wel een voorstelling maken van wat een voorschrijffout is. Maar als je dan in de medisch-wetenschappelijke literatuur kijkt, merk je dat er eigenlijk geen eenduidige definitie is. En de definitie die wij nog wel eens willen gebruiken is de definitie van dien het al. En wat mooi is aan deze definitie, zoals je die hier ziet, is namelijk dat het twee componenten van het voorschrijven omvat. Namelijk de vaardigheid van het voorschrijven, van het fysiek voorschrijven, maar ook het gedachteproces achter de totstandkoming van een voorschrift of een recept. Nou, ik kan me voorstellen dat dit best wel abstract klinkt. Dus daarom zou ik dat eigenlijk willen illustreren aan de hand van enkele voorbeelden die ik zelf tijdens mijn werk als apotheker ben tegengekomen. Om te beginnen met een onjuiste indicatie, dat vind ik zelf een mooi voorbeeld van een voorschrijffout met betrekking tot een verkeerde gedachtegang. Drie voorbeelden, sorry, die ik hiermee wil aangeven, is bijvoorbeeld het profylactisch starten van een maagbeschermer, zoals bijvoorbeeld esomeprazol, omeprazol of pantoprazol. En dit zijn middelen die we eigenlijk voorschrijven wanneer patiënten bepaalde vormen van pijn of bepaalde pijnstillers gebruiken, namelijk de NSAID's, zoals ibuprofen of diclofenac. En die heel berucht zijn om op het geven van maagschade, met soms zelfs een maagbloeding tot gevolg. Door deze profylactische middelen, deze middelen profylactisch erbij te geven, voorkom je eigenlijk maagschade. NSAID's zijn vaak geen chronische medicatie. Dat betekent dus ook dat wanneer de pijn over is of wanneer medicatie gestaakt kan worden, dat je een maagbeschermer ook zou moeten staken. En wat we eigenlijk in de praktijk vaak zien is dat dat niet gebeurt of onvoldoende vaak gebeurt. Een ander voorbeeld van een onjuiste indicatie van een geneesmiddel is bijvoorbeeld profylactisch antistollen. Je ziet het vaak wanneer patiënten worden opgenomen tijdens ziekenhuisopname of in het ziekenhuis en tijdens ziekenhuisopname is dat wanneer ze wat minder mobiel zijn, neemt de kans op een trombose bijvoorbeeld toe. Dus geven ze profylactische antistolling. En waar je dus op moet letten is het moment dat de patiënt weer mobieler wordt en zich bijvoorbeeld weer uit bed, of zich weer uit bed kan halen of weer kan lopen of voldoende mobiel is, dat je dit dus ook staakt. Want met antistolling bestaat er ook een risico op het ontstaan van bloedingen. En een ander voorbeeld van profylactisch gebruik van medicatie is bijvoorbeeld laxans bij opiaten. Opiaten staan erom bekend dat ze eigenlijk hardnekkige obstipatie kunnen geven. Dus vaak geef je laxans om dit te voorkomen. Maar je kan je voorstellen wanneer patiënten bijvoorbeeld diarree hebben. En diarree kan natuurlijk uitmonden in uitdroging en andere ernstige complicaties. Dat je dan mogelijk geen laxans hoeft te geven. En als je dat dan weer wel geeft, verhoog je de kans op bijvoorbeeld complicaties hiervan. Nou, een ander voorbeeld van een voorschrijffout kan bijvoorbeeld gebeuren op het niveau van doseringen. Dat zou zowel aan de vaardigheid van het voorschrijven kunnen liggen als aan de gedachtegang. Nou, een voorbeeld dat ik hier geef is bijvoorbeeld 180 milligram valproïnezuur per dag. Valproïnezuur wordt onder andere gegeven ter behandeling van epilepsie, om te zorgen dat je dus niet in een insult terechtkomt. En deze patiënt die was ingesteld op 180 milligram per dag. En met een slip op de vinger is er dus eigenlijk een nul vergeten. Waardoor hij dus eigenlijk een veel lagere dosering kreeg dan dat de patiënt eigenlijk op ingesteld was. Met het risico dat je eigenlijk een epileptisch insult kan krijgen. Nou, een ander voorbeeld was ook eigenlijk een slip op de vinger. 20 stuks paroxetine. Paroxetine wordt gegeven bij onder andere depressie. Als stemmingstabilisator. En wat er gebeurd was voorschrijver in dit geval per ongeluk per ongeluk stuks had voorgeschreven in plaats van milligram. Nou, je kan voorstellen dat als dat daadwerkelijk wordt toegediend, vaak zijn verpleegkundigen hier natuurlijk heel erg alert op, dat dat tot een enorme overdosering kan leiden. En een ander voorbeeld, en dit kan zowel in de vaardigheid liggen, maar ook natuurlijk in de beslissing of in het beslisproces, sorry, is dat
Bijvoorbeeld middelen die je niet één keer per dag moet voorschrijven, maar één keer per week of zelfs één keer per maand, dat die dus wel dagelijks worden voorgeschreven. Nou, een heel bekend voorbeeld is methotrexaat, wat bijvoorbeeld bij oncologische indicaties of bij rheumatische aandoeningen wordt gebruikt of wordt ingezet. En wanneer je dat dagelijks geeft, bestaat er gewoon een hele hoge kans dat de patiënt komt te overlijden. Dus het is een vrij toxisch middel. Waardoor je het dus eigenlijk maar één keer per week zou hoeven te doseren. En hier zijn gevallen van bekend waar patiënten dus dagelijks methotrexaat kregen. En dus daaraan aan overleden zijn. Dus de reden waar je dus eigenlijk op moet letten. Andere voorbeelden zijn de geschiktheid voor een patiënt. Denk bijvoorbeeld aan hydrochlortiazide. Dat is een natriumverliezend diureticum, of ook wel een plaspil genoemd. Nou, een veel voorkomende bijwerking van hydrochlortiazide is bijvoorbeeld het ontstaan van een hyponatriëmie. Wanneer patiënten dus eigenlijk al een laag natrium hebben, heeft dit middel eigenlijk geen plek in de behandeling. Maar het kan natuurlijk gebeuren dat zo'n middel dan wel wordt gecontinueerd. Hetzelfde kan je natuurlijk ook bedenken voor mensen die diabetes hebben en dus eigenlijk laag zitten in die glucose en dus wel nog steeds bijvoorbeeld insuline krijgen of andere antidiabetica. Komt dus eigenlijk op neer dat dat gewoon niet geschikt is voor je patiënt. Maar het zou natuurlijk ook bijvoorbeeld kunnen liggen aan de toedieningsweg. Stel dat een patiënt gewoon niet meer goed kan slikken, maar wel medicatie oraal voorgeschreven krijgt. Zijn dat ook dingen waar je beter naar moet kijken en dus kan worden geschaard onder een voorschrijffout. Nou, en hieronder zien jullie eigenlijk een categorie van voorschrijffouten die soundalikes worden genoemd. En ik heb hier geïllustreerd wat ik daarmee bedoel. Het voorbeeld die we hier zouden hebben is dobutamine en dopamine. Nou, dat klinkt bijna hetzelfde. Je kan je voorstellen dat wanneer je dat heel snel zegt of wanneer je dat niet goed leest, dat je daar een verwarring in kan krijgen. Nou, andere veel voorkomende verwarringen zijn cyclosporine en cyclosonide. Nou, cyclosporine wordt onder andere gebruikt bij immuunsuppressie. Nou, cyclosonide is een inhalatiemedicament. En vincristine en vinblastine, nou, dat zijn allebei wel middelen die je inzet bijvoorbeeld bij de behandeling van kanker, maar gewoon een heel ander werkingsmechanisme hebben. Nou, en ik heb ze hier zo met hoofdletters aangegeven. Dat is niet iets wat ik zelf heb verzonnen, maar dat is een alom geaccepteerde manier om soundalikes aan te geven. En dat noemen we de Talman-lettering. Nou, je begrijpt wel waar die naam vandaan komt. Nou, nog andere voorbeelden van voorschrijffouten zijn bijvoorbeeld vergeten medicamenten. Je kan je voorstellen dat de voorbeelden die ik net gaf wat betreft indicatie, dat je natuurlijk ook de andere kant op kan redeneren. Bijvoorbeeld wanneer patiënten wel NSAID's krijgen en aan bepaalde criteria voldoen, zoals bijvoorbeeld leeftijd of een hoge leeftijd of last hebben van comorbiditeiten of comedicatie gebruiken, dat er dan wel een indicatie zou zijn voor een maagbeschermer. En die dan niet worden gegeven. En hetzelfde geldt ook bij opiaten, dus dat patiënten wel opiaten gebruiken, maar eigenlijk geen profylactisch laxant erbij krijgen. Maar vergeten medicatie kan natuurlijk ook gebeuren wanneer patiënten bijvoorbeeld worden opgenomen in het ziekenhuis en dat de thuismedicatie onbewust niet wordt voorgeschreven, met alle gevolgen van dien. Andere voorbeelden van voorschrijffouten zijn natuurlijk interacties waar niet of nauwelijks naar wordt gehandeld. Veel voorkomende interacties zijn natuurlijk drug-drug interactions of interacties. Dat is een geneesmiddel die de werking van een ander geneesmiddel beïnvloedt. En daarmee maken we eigenlijk het onderscheid tussen antagonisme en agonisme. En antagonisme betekent eigenlijk dat het ene geneesmiddel het andere geneesmiddel soort van tegenwerkt, waardoor je dus een verminderde werking krijgt van een van de twee. En het agonisme betekent eigenlijk dat één geneesmiddel de werking van een ander geneesmiddel versterkt. En dat kan natuurlijk ook een nadelige gevolgen hebben. Nou, daarnaast zijn er ook nog voorbeelden van farmacokinetische interacties. Denk bijvoorbeeld aan grapefruitsap, die bepaalde enzymen in de lever remmen. En deze enzymen zijn veelal betrokken bij de afbraak van geneesmiddelen. Het gaat dan in heel specifiek op het CYP3A4-enzym. En zo heb je bijvoorbeeld weer bepaalde kruidenmiddelen
zoals het Sint-Janskruid. Die wordt onder andere nog wel eens vooral bij de ouderen gebruikt tegen wat nou ja, licht depressieve klachten. Nou, en dat versterkt weer de werking van dat CYP3A4-enzym in de lever. Dat betekent dus dat bepaalde geneesmiddelen weer sneller worden afgebroken. Waardoor je dus mogelijk heel snel een verminderd effect van geneesmiddelen zou kunnen zien in verhouding dan wanneer je dat niet zou nemen. Nou, een voorbeeld van een farmacodynamische interactie is bijvoorbeeld wanneer een patiënt koorts heeft en aan een vitamine K-antagoniste, de coumarines, zit. Een voorbeeld daarvan is acenocoumarol. Nou, door koorts gebeurt het nog wel eens dat de INR, dat betekent dat is de waarde waar, dat aangeeft hoe snel bloed stolt, nog wel eens wil stijgen. En dus hoe naarmate je INR omhoog gaat, betekent dus dat het langer dat het lichaam er langer over doet, of eigenlijk dat bloed er langer over doet om te stollen. En je kan je voorstellen dat daarmee een risico op bloeding natuurlijk wordt vergroot. Dus dit zijn ook allemaal voorbeelden waar je rekening mee moet houden. En eigenlijk voorbeelden zijn van voorschrijffouten. Nou, waarom zijn voorschrijffouten nou zo belangrijk? In 2006 is er een heel groot onderzoek onder 21 Nederlandse ziekenhuizen uitgevoerd, een genaamde HARM-studie. En HARM staat voor Hospital Admissions Related to Medication. En wat zij gedaan hebben tijdens deze studie is ongeveer 30.000 ziekenhuisopnames geanalyseerd, waarvan er ruim 12.000 acute opnames betroffen. En uit die analyse kwam eigenlijk dat 5,6% van al die acute opnames gerelateerd waren aan medicatie. En daarvan bleek bijna de helft te voorkomen te zijn. Nou, van de voorschrijffouten die daar tijdens die studie werden geïdentificeerd, bleek ongeveer 70% te komen door incorrect voorschrijven van medicatie. Dus door voorschrijffouten. Nou, ik ga verder niet dieper in op deze studie. Mijn collega Nella Leijten heeft hier eerder ook al wat over verteld. Maar dit is eigenlijk waarom voorschrijffouten heel belangrijk zijn. Nou, voorschrijffouten zijn niet alleen een probleem voor de Nederlandse situatie. Volgens de WHO zijn ongeveer 5-7% van alle ziekenhuisopnamen in economisch ontwikkelde landen medicatie gerelateerd. En daarvan blijkt 66% te voorkomen te zijn. Nou, volgens de WHO gaat het eigenlijk om 42 miljard dollar per jaar, wat best wel veel geld is. Nou, zoals ik net al vertelde, is het HARM-onderzoek in Nederland uitgevoerd. En je kan je voorstellen dat met deze getallen dat voorschrijffouten eigenlijk zorgen voor voorkombaar patiëntenleed, inclusief dat van naasten. Maar daarnaast ook een druk geven op de opnamecapaciteit van ziekenhuizen en daarmee ook een relatief hoge zorgkosten met zich meebrengt. Nou, de bevindingen van het HARM-onderzoek die zijn eigenlijk ingeslagen als een bom. Ondanks dat het een relatief, of inmiddels een relatief oud onderzoek is, wordt er nog steeds veel naar verwezen. Met dat HARM-onderzoek en de resultaten daarvan zijn er eigenlijk meerdere acties uit dat onderzoek gekomen. En om eigenlijk te zorgen dat de medicatieveiligheid zo kan worden vergroot. Nou, enkele voorbeelden zijn bijvoorbeeld meer en betere surveillance op het gebruik van NSAID's en het tijdig starten van profilactische PPI's. Dus eigenlijk extra focus op risicomedicatie. We zijn begonnen met medicatieverificatie bij ziekenhuisopname en bij ziekenhuisontslag. En medicatieverificatie betekent eigenlijk dat we de thuismedicatie beter in kaart brengen tijdens ziekenhuisopname, zodat de juiste medicamenten kunnen worden gecontinueerd of dat een aanpassing in het medicamenteuze beleid veel meer uitgedacht is. Nou, en tenslotte, waar we het natuurlijk ook al over gehad hebben, is het elektronisch voorschrijven en het elektronische patiëntendossier. En wat we eigenlijk daaruit hoopten, is dat natuurlijk het aantal voorkombare ziekenhuisopnames zou afnemen. Nou, helaas is dat niet zo. En dat is allemaal onderzocht in een rapport Medicatieveiligheid dat in 2017 is gepresenteerd onder leiding van het NIFAL. Wat hier eigenlijk uitkwam is dat het aantal acute ziekenhuisopnames in Nederland niet achteruit gaat. Of eigenlijk niet vermindert, ondanks alles wat we tot nu toe proberen. En wat ze eigenlijk zagen is dat er een stijging was voornamelijk in het aantal ouderen die acuut werden opgenomen.
En met name dus ouderen die acuut werden opgenomen ten gevolge van geneesmiddelen. Wat waren nou de redenen die zij vonden? Dat er eigenlijk onvoldoende rekening gehouden werd met leeftijd, met gewicht of met ziektestadium van de patiënt, vooral bij de oudere patiënt. En dat daardoor doseringen, toedieningswegen of de frequentie van de geneesmiddel onvoldoende werden aangepast of afgestemd op de situatie van de patiënten. Nu weten we wat voorschrijffouten zijn en wat de sociale impact is van voorschrijffouten. Maar als we dan weer teruggaan naar het grote geheel en eigenlijk naar het voorschrijflandschap, is het goed om te realiseren dat er meerdere stakeholders betrokken zijn bij het voorschrijven. Nou, we hebben het net al gehad over voorschrijvers. Voorschrijvers, daar wordt vaak alleen maar gedacht aan artsen. En tegenwoordig is het zo dat sommige beroepen ook beperkte voorschrijfbevoegdheden hebben. Denk bijvoorbeeld aan physician assistants. Maar naast de voorschrijvers en apothekers zijn er ook nog twee andere belangrijke stakeholders die meedoen in het voorschrijflandschap. En dat zijn de patiënt zelf en verpleegkundigen. Nou, en die hebben allemaal interactie met elkaar en allemaal weer invloed op het medicamenteuze beleid. Dus wat ik graag wil doen is voorbeelden geven van hoe zij dus invloed kunnen hebben op het medicamenteuze beleid en dus receptvorming. Als we kijken naar voorschrijvers, blijkt het dus eigenlijk dat we wanneer voorschrijvers nieuw zijn in een organisatie, ze moeite hebben met bijvoorbeeld het juiste protocol vinden. Zoals ze vaak moeilijkheden hebben met vaardigheden, bijvoorbeeld al wanneer er nieuwe voorschrijfsystemen worden gebruikt in het ziekenhuis waar ze terechtkomen, waar ze nog niet eerder bekwaam mee zijn. Vaak blijkt dat ze onvoldoende kennis of niet voldoende kennis hebben van interacties of farmacotherapie, waardoor ze dus een grotere kans hebben op het maken van een voorschrijffout. Nou ja, en voorschrijvers werken vaak onder hoge werkdruk, dus vaak hebben ze onvoldoende aandacht voor bijvoorbeeld interacties of allergieën of contra-indicaties. En uit de literatuur blijkt ook vaak dat jonge artsen vaak aan de knoppen zitten, dus vaak voorschrijven. En wanneer er onvoldoende supervisie of begeleiding op is, dat daar dus sneller fouten doorheen slippen. Nou, factoren waar je rekening mee moet houden bij patiënten zijn bijvoorbeeld taalbarrières. Wanneer patiënten dus een andere taal beheersen dan wat bijvoorbeeld voorschrijvers beheersen, kan daar miscommunicatie ontstaan. Patiënten die kunnen ook last hebben van analfabetisme, dus niet goed begrijpen wat er bijvoorbeeld op potjes staat of op informatiefolders. En daarbij kan natuurlijk ook gebeuren dat patiënten verminderde cognitie hebben, dus niet trouw meer zijn aan medicatieinstructies of medicatiegebruik of de juiste innametijden. Maar ga zo nog maar door. Nou, als we dan kijken naar verpleegkundigen, dan kan het natuurlijk gebeuren dat ze de juiste geneesmiddelen aan de verkeerde patiënt toedienen. Nou ja, dat zijn niet zozeer voorschrijffouten, maar wel voorbeelden van toedieningsfouten. Nou, je kan je natuurlijk wel weer zeggen dat als een voorschrijver de verkeerde medicamenten voorschrijft of het verkeerde verbruik, dat een verpleegkundige daardoor dus verkeerde toedieningen doet aan de patiënt. Nou, verpleegkundigen kunnen bijvoorbeeld protocol niet volgen en er kan natuurlijk miscommunicatie ontstaan dus tussen wat de voorschrijver zegt, wat de patiënt zegt, maar ook wat een apotheker zegt. Nou, wat kan er verkeerd gaan bij een apotheker? Apothekers kunnen natuurlijk onvoldoende controle uitoefenen op voorschriften. Dat kan ook gebeuren dat apothekers te weinig informatie krijgen, bijvoorbeeld een patiëntendossier dat maar deels inzichtelijk is. Miscommunicatie tussen verschillende stakeholders. Maar ook bijvoorbeeld bij vervanging, ik had het net al over soundalikes. Het kan zijn dat het verkeerde middel bijvoorbeeld wordt uitgegeven. Dus dat zijn allemaal fouten die er in het voorschrijfproces kunnen sluipen. Of eigenlijk in het toedieningsproces. Nou ja, andere factoren die dus meespelen, afgezien van communicatie, begrip van de patiënt, is natuurlijk de leeftijd en dat zagen we eigenlijk in het onderzoek van 2017. En dit is eigenlijk ook al vrij uitvoerig uitgelegd door mijn collega Nella Leijten. Dus hier ga ik wat sneller doorheen. Maar wat goed is om te realiseren is dat naarmate patiënten ouder worden, dat er natuurlijk ook gewoon fysiologische verschillen ontstaan. En specifiek dus de farmacokinetiek en de farmacodynamiek in patiënten veranderen. En ik ga hier dan vooral in op de farmacokinetiek. En wat ik daarmee wil zeggen is dus wat het lichaam met het geneesmiddel doet. En dat betekent dus dat de absorptie
niet per se significant hoeft te veranderen, maar het kan wel. Een groot verschil wat je nog wel eens ziet is naarmate patiënten ouder worden, dat de distributie, dus de verdeling van een geneesmiddel over het lichaam verandert. Wanneer je ouder wordt, heb je eigenlijk een toename in lichaamsvet en eigenlijk een afname in lichaamsvocht. En dat kan invloed hebben op de werking van geneesmiddelen. Een stukje metabolisme natuurlijk wat meespeelt. En tenslotte op de excretie, dus hoe geneesmiddelen het lichaam verlaten. Met het ouder worden neemt onze nierfunctie natuurlijk af. En daarmee kunnen wateroplosbare geneesmiddelen minder goed het lichaam verlaten, waardoor je eigenlijk toename, accumulatie krijgt van de concentratie. Nou ja, ik ben net al op een paar factoren ingegaan die erbij voorschrijven, eerst insluipen. Maar gedurende de dag is het natuurlijk ook best wel hectisch voor voorschrijvers. Die hebben natuurlijk een hoog werkdruk. Nou, je moet je bedenken dat er natuurlijk dat voorschrijven niet hun primaire taak is. Wel een belangrijke taak, maar niet primair. Ze voeren natuurlijk ook familiegesprekken met naasten. Ze staan onder supervisie. Ze moeten bij verschillende overdrachten zijn. Moeten lab aanvragen. Krijgen belletjes van de apotheek tussendoor. Komt een spoedgeval tussendoor. Hebben altijd één of meerdere piepers. Begeleiden vaak co-assistenten. Gaan volgen zelf ook vaak nog onderwijs. Dus je begrijpt dat voor best wel veel factoren en best wel veel omstandigheden ervoor kunnen zorgen dat voorschrijvers gewoon onvoldoende kunnen of minder goed kunnen voorschrijven. Wat eigenlijk ook weer begrijpelijk is. Nou, en dan hebben we het natuurlijk gehad over zorgverleners en dan voornamelijk zeg maar naast de zorgverleners. Dus denk bijvoorbeeld aan collega's binnen dezelfde lijn, dus in het ziekenhuis. Maar daarbij heb je ook nog fouten die kunnen ontstaan wanneer zorg zich verplaatst, bijvoorbeeld van de tweede naar de eerste lijn en terug. Nou, we hadden het al net over dat medicatieverificatie een belangrijk punt van aandacht is. Wat ik ook al eerder uitlegde, is dat de elektronische patiëntendossiers niet goed met elkaar of niet op elkaar afgestemd zijn tussen de eerste en de tweede lijn. Betekent dus dat het belangrijk is om zowel recepten als de achterliggende gedachten van recepten goed te communiceren tussen beide lijnen. Om elkaar zo goed op de hoogte te houden waarom er gekozen is voor bepaald medicamenteus beleid. En dat dat niet onbewust weer teruggedraaid wordt en de patiënt daardoor weer schade ondervindt. Dus dat transmurale, dus tussen de twee lijnen, de communicatie daartussen is heel belangrijk, omdat dat ook heel gevoelig is voor fouten. Nou, mochten jullie daar geïnteresseerd in zijn, zou ik een artikel aanraden dat ik met professor Michiel van Achtmaal in 2018 gepubliceerd heb in het Nederlands Tijdschrift van Geneeskunde. En de vergelijking die we daarmee maken is dat medicatiebeleid van een patiënt, en zeker van patiënten met polyfarmacie, dus meer dan 5 geneesmiddelen chronisch gebruiken, kan worden vergeleken met een schip met meerdere kapiteins. En dat heb ik eigenlijk net geprobeerd uit te leggen. Er zijn zoveel stakeholders betrokken, waarbij een hoop informatie over en weer wordt gecommuniceerd, waarbij je rekening moet houden met ieders expertise, met iedereens wil. Maar ook dat informatie goed wordt overgedragen. En dat is gewoon heel gevoelig voor fouten. En dat is iets Nou, brengt mij tenslotte bij het laatste gedeelte van dit college, namelijk het farmacotherapie-team, het F-team. En wat het doel is hiervan. We zijn een multidisciplinair team, wat betekent dat wij bestaan uit zowel artsen als apothekers, die vaak nog worden ondersteund door klinisch farmacologen of AIOS'en uit verschillende richtingen, zoals bijvoorbeeld de interne geneeskunde of de ziekenhuisfarmacie. En daarnaast hebben we ook een aantal studentassistenten die bij ons werkzaam zijn. Nou, en wat wij doen is eigenlijk het medicamenteuze beleid proberen te verbeteren of te optimaliseren, afgestemd op de patiënt. Dus wat wij eigenlijk personalized medicine noemen. En wat we eigenlijk doen is ons focussen op niet specifieke medicatie, zoals bijvoorbeeld het antibiotica team doet. Die focust alleen maar op antibiotica. Of het stollingsteam, die doet alleen maar, die richt zich alleen maar tot antistolling. En wij kijken eigenlijk naar alle medicatie van een patiënt. En wat ons doel daarbij is, is om te zorgen dat voorschrijffouten eigenlijk worden gereduceerd. En eigenlijk nog voordat voorschrijffouten ontstaan, proberen wij daar een verbetering in aan te brengen. Om zo eigenlijk medicatieveiligheid te vergroten.
Het klinkt allemaal heel mooi en daarom wil ik je uitleggen wat wij in de afgelopen tijd hebben gedaan. We zijn sinds 2015 actief in Amsterdam UMC locatie VUMC. En wat we eigenlijk gedaan hebben is geprobeerd om aan de hand van een veranderstrategie genaamd Participatory Action Research, PAR, om het aantal voorschrijffouten in het ziekenhuis te reduceren. Nou, hoe we dat gedaan hebben, zal ik je straks uitleggen. Maar voordat ik dat doe, is het misschien goed om even te begrijpen wat Participatory Action Research is. En wat je eigenlijk, wat PAR eigenlijk kenmerkt, is dat er verandering niet wordt opgelegd vanuit een hiërarchische positie. Dus het verbeteren van voorschrijffouten moet niet iets zijn wat wordt opgelegd vanuit bijvoorbeeld de raad van bestuur of vanuit een hoofd van een afdeling. Maar het moet een probleem zijn wat stakeholders, dus in dit geval voorschrijvers, herkennen en waar ze ook actief wat aan willen doen. Nou, en hoe dat dan gaat, is dat je de stakeholders identificeert, ze het probleem uitlegt en dat de stakeholders, of eigenlijk de groep die je onderzoekt, zelf de onderzoekers worden om te kijken van hoe zou je dit probleem kunnen tackelen. En het idee eigenlijk achter PAR is dat je, doordat je dus stakeholders actief in het probleem betrekt, dat er een groter draagvlak is om te veranderen. Nou, hoe hebben we dit gedaan? We hebben op 12 verschillende klinische afdelingen in het Amsterdam UMC, locatie VUMC, een 10 maanden traject uitgerold. Waarbij we eigenlijk in de eerste maand een introductie deden over wat het F-team was en wat we nou precies wilden bereiken. Daarbij hebben we ook belangrijke mensen en stakeholders geïdentificeerd. Dus mensen die zich echt geroepen voelden om hier actief wat aan voorschrijffouten te doen. En vervolgens hebben we in de eerste maand een nulmeting uitgevoerd. Waarbij we dus gekeken hebben naar gedurende een tijd hoeveel voorschrijffouten wij konden identificeren aan de hand van een medicatiereview. Nou, en daar heeft Nella Leijten jullie ook al best wel veel over verteld. Dus daar ga ik niet meer op in. Nou, wat we vervolgens na die nulmeting gedaan hebben, is onze resultaten gepresenteerd aan de afdeling. En de afdeling vervolgens gevraagd van wat zouden jullie graag veranderen aan de afdeling om of de organisatie of nou, noem maar op, wat zouden jullie willen veranderen om te zorgen dat er minder voorschrijffouten komen? Nou, er zit dus een root cause analysis in verweven. En wat we toen vervolgens gedaan hebben aan de hand van die root cause analysis, die de afdelingen zelf, nou ja, zelf actief in hebben meegewerkt, ook voor volgstappen ontwikkeld. Dus wat voor plan kan je bedenken om die oorzaken waar voorschrijffouten uit ontstaan te kunnen reduceren? Nou, vervolgens hebben we de afdelingen een periode de tijd gegeven om zelf hun plan van aanpak, dus hun interventie, te kunnen implementeren. En tenslotte hebben we na die periode een tweede meting uitgevoerd. Weer aan de hand, dus op dezelfde manier zoals we de nulmeting gedaan hebben. En vervolgens die twee meetpunten, dus die nulmeting en die post-intervention meting, met elkaar vergeleken. En dat voor 12 verschillende klinische afdelingen. Dan wil ik je nu een aantal voorbeelden laten zien van voorschrijffouten die we tijdens dit traject gevonden hebben. Dit zijn de hoofdcategorieën die we gebruikt hebben om fouten te categoriseren. En de percentages verschillen natuurlijk per afdeling. En dit is slechts een voorbeeld van een van de afdelingen. Nou, voorbeelden van vergeten medicamenten hebben we net eigenlijk ook al besproken. Waren bijvoorbeeld laxants die vergeten werden wanneer patiënten wel opiaten voorgeschreven kregen. Osteoporosepreventie die niet gestart werd wanneer patiënten bijvoorbeeld wel langdurig en in hoge dosissen prednison of prednisolon kregen. Een veel voorkomende bijwerking van hoge dosissen en langdurige dosissen prednisolon is bijvoorbeeld het ontstaan van botbreuken. Dus daarbij zou vitamine D, calcium en eventueel een bisfosfonaat kunnen worden gestart. Maar ook voorbeelden van thuismedicatie dat tijdens ziekenhuisopname onbewust niet is doorgezet, waardoor er dus verslechtering van ziekte optrad bij de patiënt. Nou, wat betreft geschiktheid van patiënten vonden onder andere bijvoorbeeld een interactie
waarbij patiënten thuis carbamazepine gebruikten, onder andere of eigenlijk voor zijn epilepsie. En daarbij wel een statine, simvastatine in dit geval. Nou ja, carbamazepine en simvastatine geeft de interactie zodanig dat de simvastatine vervangen moet worden door pravastatine. Nou, de patiënt die had thuis wel de juiste combinatie, maar tijdens de ziekenhuisopname werd er simvastatine gestart. Wat dus eigenlijk resulteerde in ongeschiktheid voor de patiënt. Een ander voorbeeld is thuismedicatie, die ik al eerder heb geschetst. Maar ook overdoseringen van medicamenten. En tenslotte de indicatie die niet meer of die niet meer juist was. Zoals bijvoorbeeld patiënten die ruim 4 jaar na myocardinfarct nog steeds dubbele plaatjesremming kregen. Een dubbele plaatjesremming dat geef je eigenlijk maar 1 jaar na myocardinfarct. Om te zorgen dat de patiënt voldoende ontstold is. Dus met 4 jaar continueren van na een myocardinfarct kan je je voorstellen dat je daar eigenlijk een verhoogde kans op bloedingen mee riskeert. Nou ja, een ander voorbeeld is dus maagbescherming als profylaxe, bijvoorbeeld bij de NSAID's, waar eigenlijk die gestopt waren, maar de PPI nog wel gewoon doorgegeven bleven worden. Nou, we hebben natuurlijk ook gekeken van hoe het zat met de categorieën van geneesmiddelen waar de meeste fouten in werden gemaakt. En wat we eigenlijk zagen is dat voornamelijk met de maagbescherming, de PPI's, de meeste fouten werden gemaakt. En dat hing er dan vanaf of de dosering juist was, of de indicatie juist was, of dat die juist vergeten was. Dus daar hebben we dan verder geen onderscheid in gemaakt, maar vooral gefocust op de soorten geneesmiddelen. En als tweede zagen we dat pijnstilling ook redelijk vaak verkeerd ging in vergelijking met bijvoorbeeld andere medicamenten. En ik kom er straks op terug waarom dit interessant is. Nou, wat ik vertelde, we hebben ook root cause analysis gedaan. En we wilden dus graag weten van wat de reden waren waarom artsen voorschrijffouten maakten. En dat was namelijk vrij illustratief om te kijken van wat kan er nog ook worden verbeterd. Niet alleen op ziekenhuisniveau, op afdelingsniveau, maar ook vooral op ziekenhuisbreed niveau. En wat we eigenlijk tot de conclusie kwamen is dat 12 van de 12 afdelingen die we geïncludeerd hebben in deze studie problemen hadden rond medicatieverificatie. En de problemen hielden dan in dat het vaak onduidelijk was of er medicatieverificatie werd uitgevoerd. Of dat medicatieverificatie bijvoorbeeld buiten kantooruren onvoldoende werd uitgevoerd. En dat artsen dus eigenlijk niet goed wisten waar ze nou vanuit moesten gaan. 11 van de 12 afdelingen gaven eigenlijk aan dat voorschrijvers onvoldoende farmacotherapeutische kennis hadden, waardoor ze dus eigenlijk zich onvoldoende bekwaam voelden om het medicamenteuze beleid van hun patiënt goed te beoordelen. En daardoor dus bepaalde geneesmiddelen maar door lieten lopen, omdat ze dachten van nou ja, de huisarts heeft dit goed in beeld of de consulent van een ander specialisme die hier meer verstand van heeft, die heeft er ook naar gekeken en die heeft er niks aan gedaan. En dus onvoldoende farmacotherapie kennis was een groot probleem. En tenslotte vonden 10 van de 12 afdelingen dat het vinden en het gebruiken van protocollen, niet alleen op ziekenhuisbreed niveau, maar ook nationaal en internationaal gezien, erg lastig was en ook moeilijk te interpreteren waren. Waardoor er dus interpretatiefouten of ander soort fouten ontstonden. Als je dan kijkt naar de resultaten die we geboekt hebben, want dat was een voor- en nastudie, was eigenlijk dat we tussen die nulmeting en na interventie een niet significante reductie vonden in het aantal voorschrijffouten, wat natuurlijk heel jammer is. En dat is gemeten, en dit zijn de resultaten van alle 12 afdelingen bij elkaar. Maar wat ons vervolgens wel opviel, was het volgende, dat bepaalde afdelingen een behoorlijke reductie haalde in het aantal voorschrijffouten en sommigen dus geen reductie of nauwelijks verschil zagen. Dat betekent dus dat er behoorlijk verschillen waren tussen de klinische afdelingen. En dat maakt het wel interessant, want hoe kan dat, dat sommige afdelingen beter presteren dan andere? Nou, dit heeft ons eigenlijk tot de conclusie geleid dat we weliswaar met deze best wel intensieve exercitie, wat
afgezien van dat het arbeidsintensief was, ontzettend leerzaam was, omdat we de resultaten van de root cause analysis hadden. We een beter inzicht kregen in hoe het ziekenhuis relde en zelde. Maar als we dan kijken naar harde cijfers, dat we eigenlijk geen overal reductie hadden in het aantal voorschrijffouten. En dat is natuurlijk jammer, want het probleem is nog steeds niet opgelost. Nou, dat bracht ons ook weer bij de volgende vraag van waarom presteerden bepaalde afdelingen beter dan andere? En wat we eigenlijk vonden is dat, en dit is ook in de literatuur zo beschreven, is dat intrinsieke motivatie van de groep die je includeert in je participatory action research voldoende gemotiveerd moet zijn om te verbeteren. En dat maakt dus eigenlijk dat PAR werkt of niet. Als je een groep hebt die eigenlijk niet wil verbeteren en dus eigenlijk ook niet of onvoldoende hun verbeterplan implementeert, zal je ook geen verschil zien. Ondanks dat je het dus eigenlijk niet van hoger af oplegt. En dus... wat kunnen we nog meer doen om voorschrijven te verbeteren? Nou, het reduceren van voorschrijffouten is niet iets wat 1, 2, 3 gelukt. Het heeft vaak aandacht nodig en daarvoor heb je iemand nodig die daar ook aandacht aan kan blijven geven. Zeker wanneer je te maken hebt met veel verschillende wisselingen van mensen, is dat iets wat een structurele inbedding nodig heeft. Het heeft ertoe geleid dat we in 2018 begonnen zijn met een andere aanpak vanuit het F-team. Onze samenstelling is hetzelfde gebleven, maar we hebben ons gericht op 4 hele gerichte pijlers. Gebaseerd op de bevindingen van het eerste traject en de root cause analysis onder andere. En dat zijn een ziekenhuisbreed introductieprogramma, een consult service, het geven van in onderwijs en de verbetering en het beter vindbaar maken van bruikbare richtlijnen. Nou, een ziekenhuisbreed introductieprogramma, dat was er eigenlijk voor onze interventie niet. Het bleek dus dat afdelingen of er geen hadden of er zelf één hadden ontwikkeld. Nou ja, als je dat ziekenhuisbreed trekt, dan betekent het dat je veel gerichter informatie kan geven, ook veel beter kan vertellen wat belangrijk is en wat niet, waar de bepaalde protocollen gevonden kunnen worden. En het zorgt gewoon voor uniformiteit binnen een ziekenhuis. We zijn begonnen met protocollen en richtlijnen verbeteren, zowel binnen het ziekenhuis als kritisch kijken naar van met welke geneesmiddelen werden de meeste fouten gemaakt en kunnen we wat doen om dat te verbeteren. En als reactie daarop hebben we een eigen website ontwikkeld, genaamd pharmacopedia.nl. En dat is een online kennisplatform waar we eigenlijk richtlijnen beter bruikbaar proberen te maken aan de hand van clinical decision support systems. En dat kan ik het beste laten zien door de website natuurlijk zelf te laten zien. Ja, dit is onze website. En onder apps en tools staan eigenlijk een aantal clinical decision support systems. Nou, maagbescherming liet net al zien dat de meeste fouten werden gemaakt met protonpompremmers. We hebben een clinical decision support system ontwikkeld voor hoe je statine zou moeten switchen. En zo zijn nog andere voorbeelden. En wat het beste even toe te lichten is natuurlijk aan de hand van zo'n app doorlopen. Nou, stel dat een patiënt bijvoorbeeld een NSAID gebruikt, is het belangrijk om te weten wat de leeftijd is. En hier kan je altijd nog terugvinden waarom dit belangrijk is. Nou, stel dat deze patiënt 61 jaar is en eigenlijk geen maagbloeding in de voorgeschiedenis heeft en eigenlijk geen ander co-medicament heeft en ook geen extra risicofactoren heeft, maar wel 200 milligram ibuprofen per dag gebruikt, dan is er een indicatie voor een PPI. Nou, stel dat de patiënt dat niet zou doen, zou die in principe geen indicatie hebben voor een PPI. Nou, zo zou je dit dus voor iedere patiënt die je hebt kunnen bekijken of het dus terecht is of onterecht dat deze patiënt bijvoorbeeld bepaalde medicamenten krijgt, ja of nee. Ja,
We zijn daarnaast ook begonnen met een actieve consultservice, waarbij we dus aansluiten bij onder andere MDO's en grote visites van verschillende specialismes in afdelingen, waarbij we eigenlijk de opgenomen patiënten reviewen, dus een medicatiereview uitvoeren, om te kijken of het medicamenteuze beleid nog steeds up-to-date is, of er niks vergeten is vanuit de thuissituatie, en of dat nog steeds correct is bij de huidige situatie van de patiënt. Ten slotte hebben we ook nog verschillende soorten onderwijs ontwikkeld voor zowel co-assistenten als artsassistenten. En dit kan op verschillende onderwerpen zijn. Dat kan zijn op onderwerpen waar zij zelf te weinig nog van afweten, gezien hun specialisme. Maar ook binnen hun specialisme graag wat verdieping hebben. En daarnaast hebben we een initiatief gestart op een snijdende afdeling, waarbij we medicatie-review onderwijs geven door, of dat medicatie-review onderwijs gegeven wordt door een van de artsassistenten zelf aan de hand van een klinische casus waar zij de afgelopen week voor gezorgd hebben. En zo met elkaar kunnen leren wat het juiste medicamenteuze beleid zou moeten zijn voor deze patiënt. Ik heb jullie in het afgelopen college geprobeerd te vertellen wat voorschrijffouten zijn, hoe deze ontstaan binnen dezelfde lijn van zorg, maar ook tussen de verschillende lijnen van zorg, hoe het Nederlands voorschrijflandschap eruit ziet, voorschrijffouten zowel sociaal als economisch voor impact hebben. En tenslotte ook natuurlijk wat het farmacotherapie-team is, wat wij gedaan hebben en wat wij nu doen. En het leukste is om dat te illustreren aan de hand van een filmpje die we gemaakt hebben. En die terug te vinden is op farmacopedia.nl, de website van het F-team. Je vindt het filmpje terug onder de button F-team. Of anders hieronder, onder de button over het F-team. En dit is een filmpje die we gemaakt hebben van ongeveer 1,5 minuut. To 7% of all hospital admissions are medication related, accounting for hundreds of thousands of yearly admissions worldwide. More than half are preventable, caused by inappropriate prescribing. Despite several interventions over the past years, the number of medication-related hospital admissions is rising instead of falling. Associated worldwide costs are estimated at $42 billion each year. The reason for inappropriate prescribing is multifactorial. Prescribing is a complex process requiring knowledge, for example about drug-drug interactions and pharmacotherapy, and skills, for example electronic prescribing. In combination with a demanding work environment, a heavy workload, an aging population, and patients with a growing number of medications, prescribing medication is prone to errors. In the Amsterdam UMC, we successfully introduced a new intervention aiming to assist prescribers to prescribe safely. We introduced a multidisciplinary team embedded in daily in-hospital practice. By performing structured medication reviews and providing clinical consultations, education, and improved access to treatment protocol and online clinical decision support applications, our team aims to improve in-hospital prescribing.